Hallo iedereen, weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cineac Muziek. Ik ben naar Lantaarnvenster geweest op 5 maart. Daar trad een Ethiopische jazzgrootheid op. Mulatu Atsake. Ik heb een mooie registratie gemaakt van een geweldig concert. Ladies and gentlemen, please welcome on stage the father of Ethio Jazz, Mr. Mulatu Astatke. Mulatu Astatke! This one is called Yekel Monsabo. Thank you.
Thank you.
er is een nieuwe concertlocatie in Rotterdam aan de Willem Buitenwegstraat. Vlakbij Droogleven Fortuinplein en de Euromast. In die hoek, weet je, dat verkeersplein daar wordt naar de Maastunnel gaat. Die tent die heet De Machinist. Dat is echt een prachtig verbouwd. Met een zeer aangename sfeer. En ze hebben daar achterin is een heel klein barretje. En daar hebben ze af en toe singer-songwriter avonden. En daar ben ik naartoe geweest afgelopen vrijdag. En erg leuke optredens gezien van Michiel Prins, die ik wel eens eerder heb uitgezonden. En van een meisje uit Haarlem, genaamd Jori Zwart. Jori Zwart. Daar kun je nu naar gaan kijken. Singer-songwriters uit In De Machinist. But I can't.
Ik ga liedjes voor jullie spelen. Wanneer heb je dat demootje gemaakt, Jeroen? Ja, dat is eigenlijk een verzameldingetje. Van, het is ook een promo-cd, je geeft ook veel weg. Ja. Dit is allemaal zeg maar wat ik de afgelopen vier, ik studeer in Amsterdam. Ja. Wat ik de afgelopen 4 jaar een beetje heb gemaakt en heb opgenomen in verschillende studio's om demo's te maken. Okay. Dat staat hier eigenlijk op. En ik ben met mijn eerste plaat bezig, de debuutplaat. Ja. En als het goed is, is die eind juli is die af. En in september is de officiële release. Ja. Ik vind het heel spannend, de debuutalbum. Ja, natuurlijk. En heb je een platencontract of doe je dat zelf? Nee, ik doe alles in eigen beheer. Ja. Ik heb mijn hele leven gespaard hiervoor. Ja. Sparen voor studio en perser. Ja, klopt. Ja. Dus ik heb echt hiervoor geleefd eigenlijk. Gelopen. Is het eigenlijk nog wat nodig om een cd te drukken tegenwoordig? Nee, het is een flyer online, eigenlijk. Eigenlijk, dat is het lullige ervan, want het wordt niet echt meer verkocht, weet je, of op iTunes nog wel dingen, maar dingen worden ook gewoon gedownload, dus eigenlijk moet je het nu een beetje als flyer gebruiken, van dit ben ik, ja. Maar dit soort optredens, doe je die wel vaker, dat je in je eentje aankomt met de trein, met de gitaar en dan ga je een paar liedjes zingen? Ja, ja, doe ik regelmatig. Okay. Ja. En doe je dat door heel Nederland heen? Ja, eigenlijk wel. Nou, ik kom zelf uit Alkmaar. Ja. Dat is dus ergens in het noorden. Ja, ik ken het goed hoor. En ik heb heel veel gespeeld in kroegen en eigenlijk door Nederland ook wel. Gewoon, ook met de popronde en zo, weet je wel. Dat reisfestival ga je door Nederland heen. En ik heb nu een band. Ja. En daar spelen we ook heel veel mee. Ik heb met hun afgelopen jaar de Amsterdamse Popprijs gewonnen. Okay. Dus dat was erg leuk. Het is popliedje, het is pop eigenlijk met een folk alternative randje. Eigenlijk, ik vond het eigenlijk een beetje een combinatie tussen Johnny Mitchell en Jeff Buckley. Dus de lieve kant, maar kan ook lekker schreeuwen. Kan ik daar ook wel in zien een beetje. Lang. Ik ben op mijn. Op mijn 10e ben ik begonnen met gitaar spelen. Ja. En ik ben nu 21. Ja. En ik. Je bent eigenlijk al een veteraan. Je speelt al langer dan de helft van je leven. Maar ik kan mezelf wel goed begeleiden en lekker echt spelen ermee. Okay. En dat vind ik lekker. Dat vind ik echt fijn. En ik doe een studie aan het conservatorium in Amsterdam. Ja. In welke richting? Pop. Pop. Ja. Okay. En. Ja, dus omdat ik echt serieus muziek aan het maken ben, denk ik 6 jaar. Zes, zeven jaar. Ben je begonnen op muziekscholen en zo? Nee, mijn vader die is gitarist en van hem heb ik gitaar leren spelen. En ik had wel de mazzel, ik ben eerst klassiek opgeleid, dus ik kreeg klassiek gitaarles. Vandaar ook de fingerpicking en zo. Ja. En dus ik had wel mazzel dat ik al een beetje basis had. Jori Zwart. Ja. Hartstikke goed. Hoe ga ik je eerste album lezen? Hoe heet deze? Ja. Joris, Secretly. Secretly. En mijn website is joriszwart.nl. Joriszwart.nl? Ja. Oké, is je website. Heb je nog filmpjes op YouTube en zo? Ja, zeker. Als je mijn naam intypt, dan kom je heel veel tegen. Oké, okay, stroomt het vol. Nee, ik vond het echt hartstikke goed om te zien. Erg leuk. En leuk dat je even wilde praten. Ja, hartstikke leuk. Zie je muziek. Leuk. Ik zal je wel een link sturen. The lake, and every now and then I come to look at the beauty of it. Some who say that it's God's place in the trees, but I.